Hi. Even wassen, even poetsen, even zuigen. We zijn met z'n allen naar het ziekenhuis geweest voor Libby. We zijn naar de kinderarts geweest. We hebben de tegels binnen. Ook een stukje privé wil houden, omdat het best intens is waar we doorheen gaan qua proces. Zo, lieve schatten, welkom bij een nieuwe vlog. Het is alweer woensdag. Het leven gaat zo snel. Nu ik weer werk en 2 dagen weer werk en psycholoog, afspraken, dagelijks leven. Het gaat gewoon echt vet snel. Ik ga even stemmen. Vandaag is stemdag. Ik weet totaal niet op wie ik moet stemmen. Omdat ik vind het gewoon lastig. Ik weet het wel, maar ik vind het gewoon lastig. Maar ik ga het wel doen. Even kijken hoor. Ik heb vorige week niet uitgelegd hoe het was bij de EMH-specialist met Libby. Omdat ik ook een stukje privé wil houden. Omdat het best intens is waar we doorheen gaan qua proces. Maar ze zag wel degelijk echt dat Libby ook trauma heeft overgehouden aan de intensive care periode. Ook al was ze 4 dagen oud. En dat traject gaan we nu in. Hoe dat er nog uit gaat zien, weet ik niet. De volgende keer dat we afspreken is met Stefan en mij. En ik heb ook habits opgebouwd door het trauma. Wat Libby heeft gezien van mij. En zegt nu uit naar Stefan. Heel confronterend, maar heel goed. En dus daar zitten we middenin. Gisteren gestart op mijn nieuwe locatie. Super goed gegaan. Op de terugweg 2 paniekaanvallen, maar ik had zonder controle. Dus daar ben ik mega trots op. Vandaag gewoon weer gegaan en nergens last van gehad. Ik ben echt zo freaking trots op mezelf. Ik ga even stemmen en dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, ik heb gestemd. Ik wil je vertellen, bij de psycholoog ben ik nu gestart met schematherapie. Dus hoe was ik als kind? Hoe waren mijn ouders? Hoe was mijn jeugd? Da-da-da-da. Dus daar ben ik nu mee bezig. Gaat heel goed. Ik merk echt dat het steeds beter met me gaat. En ook gewoon het feit dat ik weet, oké, ik heb last van paniekaanvallen, maar dat een paniekaanval, mijn lichaam, is eigenlijk dan in een survival mode dat ik te veel gedaan heb. En dat maakt, dan neemt de druk er zo vanaf dat ik mezelf niet meer opvreet. Dat ik boos word op mezelf of denk waarom. Maar het is gewoon een teken van, hey Sanne, te veel gedaan. En vandaag super vaak gezegd tegen mezelf hoe mega trots ik ben op mezelf. Hey, los! Kom! Sorry hoor, maar Cooper die heeft er een handje van dat hij weet als ik dan iets anders doe dan hem in de gaten houden, dan gaat hij gekke dingen doen. Ja, psycholoog, goed. Het gaat gewoon, het gaat lekker. Ik ben blij dat ik vooruit ga. Voelt heel fijn. Ik ga vooruit in de marathon die je loopt in het leven, jongens. We hoeven niet te rennen, maar we lopen een marathon. En ja, ik kies gewoon daarvoor om bewust met mijn tijd nu om te gaan. En bewust ook vooral echt heel hard aan mezelf te werken. Van wie ben ik en waar moet ik in groeien? En dat is leren. En leren kost tijd. Wow. Je kan ook niet ineens een marathon gaan lopen. Dan moet je even oefenen. Maar goed. Dus dat. Komende dagen, vandaag zijn de tegels geleverd voor de tuin. Vrijdag komen de leibomen binnen die we hebben gekocht. Zo mooi. Een sierbomenleiboom. Sierbomenleiboom. Een magnolia leiboom. Ja. Het wordt zo mooi. We hebben 1x1 bij G tegels voor het terras. We gaan de waaltjes herbruiken en die worden in vissengraat neergelegd en we krijgen een strook gras. Kunstgras, want mijn grootste allergie is gras. En voor Stefan ook.
Dus dat gaat niet gebeuren, echt gas. Helaas. Ja, dus daar heb ik zin in deze week. Wordt eindelijk onze tuin veilig, ook voor de tweeling en Libby. Maar de tweeling gaat nu kruipen en denk ik ook de zomer. Dus ja, ik heb er zin in. Dus dat geld is onze vakantie. Onze vakantie dit jaar is de tuin. Tegels binnen. Het is donderdag. De haartjes er weer uit. Lovely. Even wassen. Even poetsen. Even zuigen. En dan koffie drinken met een vriendin. Het gaat lekker. Ik vind het allemaal spannend. Deze hele week. Maar I handle it. Ik kan echt huilen van geluk. Dat ik me zoveel beter aan het voelen ben. Wetende, ik ben er nog niet. Maar ik denk ook. Ik denk dat je altijd een proces zal zijn. En het accepteren dat dingen er zijn. I love it. Alrighty, het is vrijdag. Ja, het is vrijdag. We zijn met z'n allen naar het ziekenhuis geweest voor Libby. We zijn naar de kinderarts geweest om even er goed achteraan te gaan. Qua haar spugen, hoesten, diarree, alles, dingen wat maar blijft komen en steeds meer wordt. Om daar even actie achter te nemen. Te ondernemen. Net zijn onze nieuwe leibomen geplaatst ook. Ik weet niet of de tweeling nu gaat huilen nu ik wegloop. Maar Libby is lekker het spugen. Oh ja. Kijk, de leibomen zijn geplaatst. Hier één. En daar één. En die komt morgen daar. Maar die kon ik niet plaatsen omdat er nog een wortel lag. Van een andere boom. Dus ja, leuk. Dit is de Japanse kers. En dat is een sierperenboom en een sierperenboom. Dus er komen hier 1, 2, 3 leibomen. Zo, ik ga nu even fruitje maken voor de tweeling. De twee soekeloekies. Fruitje eten. Papa is om 2 uur thuis. Dus die is ook lekker dadelijk hier. En dan hebben we weekend. En morgen wordt onze hele tuin gemaakt. Ik heb er zin in. Laten we eten. Kom je naar mama toe?
in wat je wil hebben. Papa heeft gewoon deze boom geplaatst net. Karina! Karina! Nee. Pringen, ik ga even op. Heb je een nieuwe jurk? En heb je een nieuwe ring gekregen, Libby? Kijk, laat die ring eens zien. Oh, moet je even goed doen om je vinger. Wat is dat voor ring, Libby? Van mij. Een trouwring? Een trouwring. Het ziet er leuk uit. Het is alweer zondag. Ik ben vanochtend met 3 kinderen naar de kerk geweest. Tweeling natuurlijk niet geslapen in de ochtend. Daarom ben ik nu aan het lopen en het wandelen. Ik zag op Instagram net een recept voor cheesecake. Ik kon het niet laten om het ook te gaan maken, dus dat ga ik gewoon zo maken. Gisteren zaterdag. Heb ik... Hoezo zoveel vogels nu? Gisteren heb ik niet gevlogd. Gewoon een chille dag gehad. Nee, de tuin is voor een deel gemaakt. Echt super nice. Sorry, jeuk aan de neus. Potje. Libby was gisteren met Stefan een avondje weg. Die kwamen om 8:30 thuis. Libby was aan het hoesten. Toen dacht ik, oh nee, hè, gaan we weer. En ja hoor, alles uitgekotst. Ik heb tot 11:00 met Libby gezeten. Puffjes gegeven. Dat is te veel voor haar, te druk. We weten niet. Ik heb desloratadine gegeven. En dan een kwartier was het weg. Want ze begonnen niet keihard ook in de ogen te wrijven. Zou dat het zijn? Dus antihistamine is dat. Nou, dus we hadden wel weer ons avondje en ons nachtje. Maar om het al voel ik me echt lekker. Dus ik ga zo lekker bakken. Ik denk, wat wil ik vandaag doen? Ik denk, ik ga even bakken. En het recept is maar 20 minuten, staat er. Als het lekker is, dan deel ik het wel eventjes onder in mijn... ergens waar je hieronder bij YouTube... de beschrijving kan lezen van mijn vlog. Ik weet niet hoe dat heet. Eentje slaapt. Een ander slaapt nog niet. Loetje nog niet. Loetje, je hebt maar een half uurtje geslapen vandaag. Ja. Ik ga lekker naar huis doen nu wandelen. Lekkere zinsopbouw, Sanne. Ja, ik wilde de hele tijd iets delen, maar ik kan dat nog niet delen. Dat kan ik pas, denk ik... over 2 maanden delen. Maar waarom zeg ik het dan ook? Oh, omdat ik heel enthousiast ben. En het een doorbraak wel is. Ja. Dat. Oké. Tot een mooie middag nog. Vanavond hebben we bentavond. En... Ik maakte me wel een beetje zorgen om mijn stem. Ik merk dat mijn stem veranderd is na de geboorte van de tweeling. De hoge noten die zijn heel shaky en krakerig en heel onstabiel. En als ik hoge noten zing, dan ben ik gelijk hees. Oké, nou ja. Ik moet even met mijn zangdocent het bespreken.
Ooit. Maar anders ga ik even mee naar de huisarts, want het zal wel balen zijn als ik niet meer kan zingen. Hopelijk zijn het alleen maar de hormonen. Anyway. Ik hou je er wel op van op de hoogte hoe dat gaat. Nu lekker bakken zo meteen. Roomkaas, suiker, eieren en citroen en slagroom. Het is maandagochtend. Ja. Ja, gisteren is die cheesecake echt vet mislukt. Ik denk dat ik niet voor mascarpone had moeten kiezen, maar voor monsou. Ik weet gewoon niet wat roomkaas is, denk ik. Tweeling zit hier lekker te smikkelen. Kijk ze dan zitten. Wie is nog meer geen fan van Peppa Pig? Ik ben een beetje overgevoelig voor die stemmetjes, denk ik. Maar goed. Stefan gaat 2 dagen weg nu. Ik ben 2 dagen met de 3 kinderen. En ja, ze zijn allemaal een beetje verkouden ziekjes. Dus ik hoop maar dat het goed gaat. Ik zie jullie volgende week weer. What's happening here? Ik heb het nooit. Dus als ik het heb, dan denk ik... ja, ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe weekvlog. Met nieuwe dingetjes die we gedaan hebben. En ik wens jullie echt een hele goede week. Waar je vooral ook heel goed naar jezelf luistert. En jezelf de vraag misschien moet stellen van... Wat heb ik nodig deze week? Ja, dat dus. Oké, bye!